Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Oppo. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. En die bal gaat maar net naast. Alexander Meijer moest al meteen uitkijken. Nog steeds Julian Brandt. Laat voorbrengen de goal. Nee! Het is een modest die wellicht kunnen we niet goed zien vanuit het standpunt. Maar lijkt me misschien tegen zijn steunbeen trapt. Gaan we hier beter zien. Afstand schot en niet onaardig. Van Özcan. En gaat meteen ook mee de hoek in. Brandt verkiest een goede bal naar Royce. Royce, dat is een goede dribbel. Royce, duurt dat! En de redding dacht ik bijna te zeggen. Nee, de goal van Royce. Ja, speelt weer een lastige eerste helft. Ja, maakt het opnieuw af. Houdt de bal niet laag. Wat weggedimsterd. Goede controle Royce. Goed breed gemaakt ook. En daar komt de aanval met Reinhard teruggelegd. Schitterende aanval van Dortmund. Het is Guerrero die er 2-0 van maakt. Met een mooie 1-2 met Giovanni Reinhard. Ingevallen voor de geblesseerde Hazard. En dan weet je dat het moeilijk wordt, zou ik bijna zeggen, voor Kopenhagen. Deze ging er na die mooie combinatie best goed in. De trap en dan de redding van Meijer. Even een opschudding. Uiteindelijk voor 2-0 dus Dortmund. Comfortabel de rust in tegen dit FC Kopenhagen. Een hoekschop met altijd maar weer de linker van Christiansen. Hoog, ver. En de kans nu wel in de redding van Meijer. Brood nodig. Wat een dot van een kans voor Kopenhagen hier. Helemaal alleen aan de tweede paal. En zo is de angel lichtjes uit de aanval. Goed nu wel van Özcan tot bij Guerrero. Nou, Modest net niet. Nou, bal heel strak van Guerrero. Modest er net niet bij. Goeie aanval. Tiende minuut van de tweede helft. Dortmund de eerste keer. Twee keer. Dat zeg ik 2-0 tegen Panathinaikos, terwijl we kijken naar Modest. Dat is goed voor Royce. Daar is Brandt 3-0. Nee, nee, nee. Tja, weer ongelukkig. Niks. Hier is Haraldsson. Dat is goed gespeeld. Meekomende Dix. Stel je maar eens voor. De teen van Zule. Ja, dit is een prima verticale bal van Bellingen. Brandt. Meunier komt mee. Brandt gaat uithalen. De redding van Matthew Ryan. En, verkeerd inspelen van de Jelert. Koko had die bal door de benen kunnen laten gaan. Daar komt Reina Bellingen nu dan toch. 3-0. Wat er al een tijdje zat aan te komen en wat er eigenlijk al veel vroeger had moeten zijn, is er nu wel assist. Giovanni Reina, zijn tweede van de avond.
Haraldsson. Falk nu misschien dan. Waar is Falk nog eens? De clean sheet. Die is er niet. Het is Falk die er nog een 3-1 van maakt. We zien goal review, maar het lijkt al beslist te zijn dat het doelpunt niet doorgaat. Nee, die knie. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Oppo. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.